Maandagavond, het is 2 september, deadline day voor de transfermarkt. En wij zijn er ook natuurlijk weer gewoon live bij. Het is de RN7 Update podcast. En dan ben ik natuurlijk niet alleen, ook vanavond weer Nick Rokers, Harold Bastiaans en special guest vanavond in de podcast, Jeffrey Leiwakabessy. Jeffrey, hey. Welkom. Dankjewel. Ja, want er is een hoop gebeurd het afgelopen weekend. En nu op dit moment ook nog, want we lopen tegen de laatste uurtjes aan van de transfermarkt. En we hebben net al nieuws, want er is eindelijk witte rook vanuit de Goffert. Laten we maar even dan daar kort mee beginnen voordat we zo meteen het gaan hebben over de terugblik op Fortuna Sittard. Want Nick, ja, de rechtsback is gearriveerd. Ik waag me even niet aan de uitspraak. Nee, Harold wil hem graag uitspreken, hè, de naam. Jij mag hem uitspreken, Harold. Lefteris Lyratzis. Ja, lekker. En dat is een rechtsback. Ja. En we hebben hier een linksback, dus dat komt goed. Ja, ik verheug me nu wel op de uitspraak van Gerry van Kampen. Als deze elf spelerslijst staat. Even wat achtergrondinformatie, Nick. Even kort. Ja, Griekse jongen, 24 jaar. Zit bij PAOK, Saloniki in Griekenland. Dit seizoen bij PAOK B. Maar heeft wel al een aantal wedstrijden voor het eerste gespeeld van PAOK. En ook tijdelijk verhuurd naar een andere Griekse club. Multifunctionele speler, kan op het middenveld ook terecht. Daar heeft hij ook wel eens uit gescoord als rechtermiddenvelder. Maar het is echt een rechtsachter, een pure. Dus dat is eigenlijk de tweede rechtsachter die we nodig hadden voor de dubbele bezettingen. Ja, de concurrent dus voor Pereira. Ja. Die goed speelden. Ja, die is goed spelen. Dat heb jij inderdaad goed. Nou goed, dat is dus de rechtsback. Het moet nog allemaal wel officieel bekendgemaakt worden. Maar het lijkt erop dat dit wel rond gaat komen. Aangezien Wilco van Schuik het bij ESPN ook heeft verteld. Dus als je dit later ook terugluistert in de podcast, dan is hij al lang gepresenteerd. Goed, mocht er nog nieuws zijn, mocht er nog iets anders zijn, dan melden we dat uiteraard ook gewoon in de podcast. Want we hopen nog steeds op dat er nog een tweede speler gepresenteerd gaat worden vandaag. En iets voorin. Maar daar komen we het straks nog wel eventjes over te spreken. Laten we het over Fortuna Sittard hebben. Want er werd afgelopen zaterdag gespeeld in Sittard. En er werd gewonnen. En dat klonk zo. Ja, dat moet gezegd worden. NEC staat behalve met Robin Roefs allemaal op de helft van Fortuna Sittard. Nuitink naar Marques. Dat een beetje pingelt in de middencirkel. Lange bal van Marques. Gaat hij over Peterson heen? Ja. Kan Pereira die bal binnenhouden? Ja. Komt die bal voor? Ja. En is het Okama! Wat een wereldgoal! Van Okama, zeg. Uit het niets is daar een lange bal van het achteruit. Pereira met de voorzet. En echt achterloos schieten de Japanner zijn eerste doelpunt van dit seizoen binnen. Fantastische goal van NEC. En hij is ook nog eens verdiend. Misschien met de voorzet. 3 NEC is in de 16. Dat ziet Ouwe Jan. Ouwe Jan en dan Robert González met de 0-2. Robert González die schitterende voorzet van Thomas Aujan binnentikt. Brandhorst wederom kansloos en NEC 5 minuten voor rust op 0-2. En dan kan Hoedemakers Waisa wegsturen, die moet goed opzoeken. Waisa, de invaller, zoekt Rodrigo goed op. Nou, moet hij de 16 ingaan, Waisa voor de 0-3 dan. Waisa voor de 0-3! Schitterend zeg van Sammy Waisa die invalt en meteen belangrijk is voor de Nijmegenaren. En dat ook viert met het volle uitvak. Het is afgelopen. NEC wint met 0-3. Heel erg overtuigend was het vandaag zeker. Want NEC heeft de eerste helft gedomineerd. De tweede helft liet Fortuna veel aan de bal. Veel kansen creëren. Maar ja, tot echte doelpogingen kwamen de Fortunezen. Ja, tot echte doelpuntenpogingen kwamen hun er niet. Harold, hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken? Ja, met verbazing. En ik heb genoten. Ja, als je kritisch bent, als het wat minder is, dan moet je natuurlijk heel positief zijn. En dat was het ook. Het was echt verrassend. Ja. En of dat nou lag aan Fortuna of dat nou lag aan onze eigen spel, maakt me niet zo heel veel uit. Ik vond het gewoon echt geweldig. De 1-0 is natuurlijk echt een wereldgoal. De 2-0 is gewoon eigenlijk waar we op zaten te wachten de afgelopen 3 wedstrijden. Daar kwam geen bal in de 16. Nou, die oude Jan, die schiet hem prima neer. Ja, en dat derde doelpunt, ja. Ik weet niet wat Brandhorst aan het doen was, maar die bal moet je toch volgens mij gewoon hebben. Ja, volgens mij stond hij echt op het verkeerde been en kon hij ook niet meer aan de grond genageld. Ja. Jeffrey, jij als echt enige van voetballer natuurlijk hier aan tafel. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Nou, ik heb ook wel genoten van deze wedstrijd. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden hebben ze het natuurlijk moeilijk gehad. Een moeilijke start tegen Twente en tegen AZ. Speel je een iets mindere wedstrijd tegen Zwolle, die win je natuurlijk wel. Alleen, ja, je wilt natuurlijk altijd mooi voetbal en winnen. En ik denk dat ze dat ja, in ieder geval een mooie voorzet hebben gegeven met deze wedstrijd naar de volgende wedstrijden toe. En genoten inderdaad. Ja, het was ook wel een beetje verrassend toen we de opstelling kregen dat Ouwe Jan op die positie stond, hè? Ja, ik vond sowieso dat de opstelling beter was dan al die andere wedstrijden. We speelden met twee controlerende middenvelders, waarvan Sano eentje daarvan was. En dat vond ik heel bijzonder. Maar González stond op 10 en die kwam daardoor ook beter uit de verf. En Ouwe Jan op links. Hoedemakers, kind van de rekening dan. Ja, maar het pakt wel goed uit. Ja. Ja, dat klopt. Ja, jij zei het van, ja, het was makkelijk. Volgens mij hoorde ik dat net ook een commentaar. Goed, een makkelijke overwinning. Nou, gedomineerd. Gedomineerd. Ja. Dat vroeg natuurlijk ook aan trainer Rogier Meijer. Ja, was dit nou een makkelijke overwinning? Ja, dat is natuurlijk nooit. Ik bedoel, je moet er hard voor werken. En ik denk wel dat we de eerste helft ja, gewoon heel goed gedaan hebben. Goed gespeeld hebben, gecontroleerd. Maken twee goede goals. Ja, dan weet je na rust dat het anders gaat worden. Daar kun je natuurlijk van alles voor waarschuwen. Maar Fortuna heeft daar ook mee te maken. Ik denk niet dat we echt grote kansen hebben weggegeven. En uiteindelijk ja, met het wisselen zie je ook weer rust in het elftal komen. En ja, spelen we hem volgens mij hartstikke goed uit. Ja. Ja, weet je, wij hebben bijna niks weggegeven eigenlijk in de tweede helft. Wij heeft Fortuna 2 doelpogingen gehad en verder ja, helemaal niks. Eén keer moest Roefs even zijn handen strekken. Inderdaad, ja. Dat klopt. Ja. Ja, dan in een counter. Gewoon de 0-3 erin prikken. Weliswaar de laatste minuut. Maar goed, die telt zeker. Nou, laten we eens even vragen aan trainer Rogier Meijer of hij daar bang voor was toen Fortuna een beetje aan begon te dringen. Nou ja, weet je, het is altijd een beetje een afweging. Hè. Zij brengen natuurlijk wat meer mensen naar voren. Spelen wat vaker de voorzet. Nou, die wil je dan verdedigen, maar je wil ook blijven voetballen. En ik vond dat we een aantal keren slordig waren in balbezit, terwijl er wel veel ruimte lag. Ja, en dan krijg je een beetje van, ja, willen we nou nog druk zetten of willen we achteruit? En uiteindelijk als je dan de wissels kunt brengen, dan zie je dat er weer controle over de wedstrijd komt. Dan zie je ook weer dat we de bal wat langer houden. Ja, en dan zie je dat Fortuna eigenlijk klaar is. En dan kun je er nog eentje bij schieten. En ja, dat is denk ik wel goed gedaan. Ja, dat was wel heel lekker toen dat natuurlijk viel. Trouwens, net in de video's zag je ook even het uitvak. Zag er weer fantastisch uit, hè? Ja, genieten. Ja, dat is toch ook wel. Was genieten. En ja, daar ook, ik zat op de tribune en ik zat naast mensen van Fortuna Sittard. En die zei ook van, dit maken wij eigenlijk nooit mee. Dat het zo'n geluid en zo'n feest in het uitvak is en helemaal vol. Ja, ik hoor dat ook vaak hoor. Ik zit tegenwoordig ook wel eens in het uitvak samen met mijn zoontje. En dan, kijk, als voetballer krijg je wel bepaalde dingen mee natuurlijk. Alleen als je dan midden bij de supporters staat, dan is dat echt wel genieten. Ik heb ook wel eens jaren meegemaakt dat het niet zo was. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat is echt waar ik ook kom. Het is altijd heel positief over onze supporters. En ja, zeker genieten. Ja. Mag ik vragen, Jeffrey, je zegt net ook, want het is niet altijd zo geweest, zo sfeervol. Was dat wel eens een probleem in de selectie dan? Dat jongens dat eigenlijk wel nodig hadden en dat het niet gebeurde? Nou, kijk, als jij in een moeilijke periode zit, heb je altijd de 12e man nodig. Ja. En dat gaf mij altijd wel de extra energie om de extra stappen te maken die je misschien niet kon maken vanwege slechte resultaten, zelf niet goed voetballen. Maar als je dan ja, de supporters achter je hebt, dan kan je net nog even iets extra's geven voor de supporters. Want uiteindelijk ja, reizen die met je mee overal heen. En ja, dan vind ik dat je als voetballer daar wel een extra stap voor moet zetten. Ja. Om hun ook te belonen doordat ze elke keer met ons meegaan. En ja, weet je, als het slecht gaat, dan kan het ook anders zijn. Alleen de afgelopen jaren maakt het volgens mij niet uit of we in de mindere periode zitten of in de goede periode. Ze staan altijd massaal achter ons. En ja, dat is natuurlijk voor een voetballer altijd wel fijn. Jeffrey, jij bent ook een jongen van de club. En zo zie ik jou. En zo zie ik Dennis. En zo zag ik ook Rutger Worm. En zo zag ik nog meer jongens vroeger. En dat zijn jongens van de club. En dan ga je, weet je, daar die werken hard. En die willen graag het maximale bereiken voor de club. Die doen het niet alleen voor het geld, maar ook voor de clubliefde. En dat zijn wel mensen waar, tenminste de supportergroep waar ik vroeger mee omging. Die jongens, en die ken jij ook allemaal. Die gingen gewoon voor jou. En net als dat ze voor Dennis gingen. Weet je, dat is een eenheid wat je dan wordt met zo'n speler. En, hey, voor de mensen die luisteren, Dennis Gentenaar bedoel je dan, hè? Dennis Gentenaar, ja, we hebben niet zo heel veel Dennis. Nee, maar het is even... misschien luisteren ook mensen die denken van, ik heb geen idee, maar... Nou, dat zou leuk zijn. Dan wordt het nog drukker met de cijfers. Je noemde al even de spits. Koki speelde weer en maakt een doelpunt. Jij zei het van de week nog in de podcast. Ik hoop dat hij scoort, want dan doet hij wat misschien ook met zijn zelfvertrouwen. Was het de mooiste van de avond? Ja, dat is de mooiste van het seizoen tot nu toe. Tot nu toe wel, ja. Ja. Tot dit toe, ja. Dat is echt weergeloos wat die man deed. Ja. Ik vind het echt knap. Ik bedoel, ik heb nooit in de spitspositie gestaan. Beetje weg. Maar dit is echt... wat hij doet is echt weergeloos. Ik vond het echt heel verrassend. Ja, we vroegen natuurlijk ook die vraag aan trainer Rogier Meijer. Ja, ik denk wel de kwaliteit van de afronding was supermooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet ook van de bal van Ouwe Jan. Ja, dat is exact eigenlijk wat we graag met hem wilden. Een afdraaiende voorzet in die tussenruimte. Ja, en dan is Robert daar ook. En ja, weet je, dat zijn ook dingen waar je blij van wordt. Dus wat mij betreft zijn ze alle drie net zo mooi en belangrijk. Nou, net zo mooi en belangrijk. Ik denk dat ze alle drie wel belangrijk waren, maar het mooiste was wel het eerste, toch? Zeker. Ja. En dan moeten we ook gelijk toch over jouw Brian Pereira hebben. Hou nou eens op. Nee. Hou nou eens op. Nee. De hele seizoen blijven wij dat zeggen. Gaan we daarop door. Ja, want het is helemaal niks natuurlijk. Hè? Ik heb 4 weken gezegd dat ik Bart van Rooy beter vind en geen groot fan ben van Pereira. 4 weken geleden. Bart van Rooy speelt toch bij Twente nou? Ja, 4 weken geleden niet meer. Nee. Toen nog niet. Nee. Ja. En ik heb vorige week al gezegd, hij deed het prima. Ik ook al een paar keer gezegd, maar dat maakt niet uit. En hij speelde zaterdag hartstikke goed. Ja, uitstekend. Ja. Daar kun jij wel van genieten, denk ik, hè? Van dat soort spelers ook. Wie dat soort acties kunnen maken. Ja, zeker. Ik had ook eerst mijn vraagtekens bij de kwaliteiten van hem. Alleen, zo'n jongen moet je ook de tijd gunnen. Hij had natuurlijk Bart voor zich, wat niet makkelijk is. En als je dan een keer moet spelen, moet je er meteen staan. Is hij daar klaar voor? Nou, hopelijk kan hij nu zijn lijn doortrekken en dit niveau vasthouden. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel de beste back opstellen. Ja. Maar zo'n voorzet, dat geniet ik wel als back zijnde, geniet ik daar wel van. Wat waren jouw vraagtekens dan, als je hem zag spelen? Nou ja, gewoon voetballend. Is hij wel beheerst in het verdedigen? Dat is best wel een jongen die volgens mij best wel druistig kan zijn. Daar had ik me wel vraagtekens bij. Kijk, als hij net als afgelopen zaterdag voetbal, dan moet dat geen probleem meer zijn. Alleen, ook dat is weer afwachten hoe hij deze periode doorheen komt. En als NEC hoop ik natuurlijk dat hij het alleen maar beter gaat doen dan afgelopen zaterdag. Ouwe Jan altijd gewoon als hij fit is in de basis? Ik ken hem nog niet goed genoeg. Maar als hij deze voorzetten elke keer geeft, dan mag hij altijd spelen, ja. Alleen, ik ken hem nog niet goed genoeg om een oordeel daarover te geven. Ja, ik was ook een beetje vraag natuurlijk van... kan dat wel Kelvin Verdonk bijvoorbeeld en Ouwe Jan in de basis? Want iedereen dacht van, Ouwe Jan wordt gehaald. Dat betekent dat het tussen Kelvin Verdonk en Ouwe Jan gaan. Maar ze kunnen dus ook samen spelen. Ja, vorig jaar was het met Jurie Baas en Kelvin Verdonk ook. Dus ik denk dat het gewoon kan. En het is dan ook een goede wisselwerking. Als Verdonk een keer mee naar voren gaat, kan hij het overnemen. Dus dan heb je altijd goede backup. Dus ik denk dat het wel gewoon kan. En volgens mij is hij bij AZ ook vaak op deze positie gespeeld, Ouwe Jan. Dus het is niet vreemd voor hem. Ja. Ik ben blij dat we hem hebben. Want wat ik tot nu toe gezien heb, dat hij gespeeld heeft, was gewoon fantastisch. Genoeg gezegd over Fortuna, denk ik het wel, hè? Ja. Prima wedstrijd. Jammer dan dat er nu een interlandbreek is. Maakt dat uit? Jij als speler, Jeffrey? Ja, ik voetbal lief gewoon door. Want dan zit je in het ritme en je blijft lekker in die flow. Aan de andere kant, ze hebben volgens mij een oefenwedstrijd gepland. Dus dan kan je die flow meenemen naar die oefenwedstrijd. Ja, maar er zijn er 5 of 6 zijn er al niet. Nee, goed. Ik heb de andere jongens ook weer ook weer speelminuten. Kan de trainers zien hoe hun zich ontwikkelen. Kijk ook naar die week daarna van wat kunnen de veranderingen zijn. Of wanneer de blessures komen, wie gaat dan spelen. Dus een oefenwedstrijd is altijd wel nuttig om te doen, denk ik. Klopt. Dat was Fortuna Sittard. 3 punten. Gaan we verder. Jeffrey Leiwakabessy. Want jij bent werkzaam nog bij NEC. Ja, gelukkig wel. In de jeugdopleiding. Vertel. Ja. Ja, ik ben na mijn carrière als voetballer meteen begonnen als trainer. Heb ik een jaartje met Ron de Groot Jong NEC gedaan. Daarna heb ik 2 jaar onder 15 gedaan. Daarna 1 jaar onder 16. Toen onder 18 en dit is mijn derde jaar bij de onder 21. Dus het bevalt me hartstikke goed. Je bent al een aantal jaren trainer van onder 21 is dat tegenwoordig, of onder 23? Ja, wat is het? Onder 21. Onder 21. Ja. Zo, dit is nou mijn derde jaar. Ja, en dat is een belofte, hè? Ja. Zo moeten we dat zien. Ja. Kreeg ik ook gelijk een vraag over. Van, waar blijven nu eigenlijk die nieuwe Bart van Rooys en die Dirk Propers? Ja, daar zijn we in de academie keihard mee bezig. Alleen, ja, je moet natuurlijk ook geluk hebben met de generatie. Zijn de talenten? Hoe wordt er gescout? Dus dat hebben met heel veel factoren te maken. En dan heb je ook te maken met van, oké, hoe ontwikkelt een jongen zich in de jaren? En daar zijn wij als trainer keihard mee bezig. Want wij willen natuurlijk ook de nieuwe Dirk Propers hebben, de nieuwe Bart van Rooy. Want uiteindelijk ja, zijn wij een academie die opleidt voor het eerste elftal. En dan spreek ik even vanuit mezelf. Ik vind het juist mooi als wij nog meer eigen talenten de kansen kunnen geven. Alleen uiteindelijk moeten die allemaal gaan verdienen. Want het is niet zo dat je kansen krijgt. Die moet je natuurlijk verdienen. Ja, ik had er een vraag over. We hebben een paar podcasten geleden gesproken over een spits. En er moest een spits komen en er moest gekocht worden en bla bla bla. En toen zei ik in de podcast, is er dan in het tweede team, of onder 21, is daar geen spits die dat kan? Iemand die spits is moet gewoon in de 16 staan en de bal op de korrel schieten. Nou, dat was toen pas wel een probleem. Jullie zullen toch wel een goede spits hebben? In die zin dat die een wedstrijd mee kan spelen. Ja, als ik kijk nu naar dit seizoen. Ik denk niet dat wij een spits hebben die nu al klaar is voor een NEC-eredivisie op eredivisieniveau. Ik denk dat wij daar nog wel stap in kunnen maken om de jeugd binnen te halen die echt de stappen kunnen maken. En natuurlijk is het altijd afwachten hoe een speler zich ontwikkelt in de weken, maanden. En als ik nu eerlijk moet zijn, dan hebben wij bijvoorbeeld niet een spits rondlopen die morgen kan aansluiten bij een eerste elftal. Okay. Maar dat is wel waar je naartoe werkt natuurlijk. Andere speler waarvan je zegt van, nou, maar die zitten wel al dicht tegenaan? Want volgens mij zit die jongen die van Vitesse komt. Luc Nieuwhuis. Luc Nieuwhuis zit nu bij jullie, of niet? Ja, die traint gewoon met het eerste elftal. Die is begonnen met de voorbereiding daar ook. Die blijft daar gewoon trainen. Maar die speelt de wedstrijden bij ons bij de onder 21. En ja, die jongen is 17 jaar. Die moet nog heel veel leren. En weet je, hoe je het went of verkeerd, als je bij het eerste zit en je moet in één keer met de onder 21 mee voetballen. Zien ze misschien niet altijd als positief. En ik probeer bijvoorbeeld bij hem, maar bij ook andere jongens, dat ze met een mindset bij mij komen. Dat ze juist blij moeten zijn dat ze minuten moeten maken. Omdat die jongens minuten nodig hebben in de benen. Om uiteindelijk de stap richting de eredivisie te maken. En dat is waar je constant ook mee bezig bent. Om die jongens die dan bij mij komen, zo te motiveren. Dat ze die goede energie hebben om hun kwaliteiten te laten zien. Want uiteindelijk beoordeel ik hun op hun kwaliteiten. En dat koppel je natuurlijk terug naar het eerste elftal. En dat doe ik liever met positieve feedback dan negatieve feedback. Alleen uiteindelijk ligt alles bij hun in hun handen. En ik ben eerlijk daarin. Ja. En de tijd dat de Cas Odetaals en de Dirk Probers doorbraken bij NEC. Toen speelde NEC keukenkampioen-divisie. Ja. In de middenmoot. Ja. Waren geen hoogvlieger. Dat was wel het moment dat dat soort spelers door kunnen breken. Het niveau is natuurlijk een stukje lager. Zijn die spelers die jij nu onder je hoede hebt, misschien toch wel even ver als een Proper of een Bart van Rooy toen waren? Alleen was het niveauverschil met een Eredivisie en de Keukenkampioendivisie nu te groot. Ja, wij spelen ook wel eens oefenwedstrijden tegen TOP Oss, de wissels. Mm-hmm. Vorig jaar bijvoorbeeld nog. En als je dan 6-1 verliest van de wissels van TOP Oss, ja, dat betekent dus dat je niet klaar bent voor de KKD, dus ook niet voor de Eredivisie. Dus daarin moeten wij gewoon die stappen maken dat we wat dichter tegen de KKD en richting de Eredivisie moeten gaan werken. En ja, dat heeft ook soms met kwaliteiten te maken die je dan tot je beschikking hebt. Maar goed, uiteindelijk probeer je ook die jongens toch nog de stappen te laten maken dat ze misschien toch wel een keer dat niveau gaan aantikken. En weet je, als het eerste spelers nodig hebben en ze doen het goed, ja, en ze laten een goede indruk achter bij het eerste elftal, ja, dan kunnen ze altijd nog die stap gaan maken. En dat is waar ik ze probeer klaar voor te stomen wanneer ze de kansen krijgen, dat ze dan ook er moeten gaan staan en dat is dan hun kans. En soms krijg je maar één kans. En het kan ook maar zijn dat het in één keer afgelopen is. En voor die jongens is het dan kijken van, kijk, wat moet ik laten zien? Wat moet ik brengen? Om zeg maar dat niet de laatste keuze te zijn, maar dat het structureel gaat zijn dat ze mee mogen trainen, spelen. Jeffrey, is het niet zorgelijk dat wij een onder 21 team hebben wat niet op KKD-niveau acteert? Nou ja, als jij kijkt naar ons eerste elftal, dan moeten we daar wel naartoe gaan. En dan is het inderdaad, kan het zorgwekkend zijn dat we, wij bij de onder 21 dat niveau nog niet aantikken. Alleen dat is wel de realiteit. Ja, oké. Maar heeft dat dan te maken met de scouting die anders gebeurt als pak een beetje 10 jaar geleden? Of ligt dat, waar ligt dat aan? Ja, dat is moeilijk om aan te geven waar dat aan ligt. Scouting zal echt wel bezig zijn met vanuit de kleinste jeugd te scouten. Zodat we als de vooropleiding de goede spelers binnenhaalt, de scouting. En die komen dan later bij de onder 21. Ja, dat zal natuurlijk het mooiste de weg zijn. Alleen ja, bij een onder 21 moet je ze al gaan halen. Terwijl ze de kwaliteit al moeten gaan hebben. Nou, nog een laatste vraag. Jij ziet dan onder 21, maar alles daaronder, dat zul je ongetwijfeld ook wel meekrijgen. Zit dat talent bij? Ik zie ze niet altijd. Maar wat ik hoor, zit er wel wat talent aan te komen. Nou, dat is fijn om te weten. Ja. Nou ja, goed. Weet je, soms heb je ook met generaties te maken dat er net wel een goede generatie is, soms niet. En wat ik hoor in ieder geval, komt er wel een aantal goede spelers aan. Alleen, ik ben er altijd voorzichtig in. Nu zijn ze goed, ze zijn nog jong. Ik ben benieuwd als ze bij mij komen of ze net zo goed zijn als nu. En dan kunnen we kijken of het dan echt talenten zijn. Ik hoop van wel, want ik ben echt iemand die het liefst zoveel mogelijk jeugdspelers bij een eerste elftal ziet rondlopen. Daarom geniet ik ook dat Dirk er is, dat Bart er was, een lange tijd bij ons. Kas Odentaal, El Korani. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja. Nou is de jeugdopleiding volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor weer een beetje opnieuw ingestoken. Eigenlijk met de komst van Carlos. Hè, die heeft daar wel kritisch naar gekeken van oké, hoe leiden wij nu eigenlijk onze jeugd op? Daar is ook weer wat verandering in gekomen. De jongere jeugd wordt er weer meer bij betrokken. Wat grotere elftallen. Heb je wel het idee dat NEC daar nu ook beter op een pad is gekomen om dat soort jeugd weer te kweken? Ja, je ziet wel wat veranderingen. Kijk, we hebben nu met de elftalstructuur ook weer dit seizoen is het anders geweest. We hebben toen destijds met Dennis de Braak al een stap ingemaakt. Die ging weg. Nu hebben we met Marcel Lucas een voetbalman bij de academie. Die ook wat neer wil zetten. En ik werk pas met hem. Het ziet allemaal goed uit. Alleen nu moet de uitvoering nog allemaal goed gaan lopen. Om uiteindelijk te kijken of het echt dat we stappen maken met de academie. Dus ja, ik denk niet dat je nu al kan zeggen dat het top is. Maar dat kan je na een aantal jaar zien of de hand van Carlos echt gaat werken. Ja. Ik hoop het in ieder geval wel. Dat hopen we natuurlijk allemaal hier. Nog even naar je eigen elftal. Je hebt een aantal jongens die met het eerste meetrainen, die met jou ook meespelen. Hè? Daar is Luc Nieuwhuis dan eentje van. Ja. Ik denk ook Kasterwit nog? Of is hij al Kasterwit zou ook nog mogen als dispensatie, want die is van 2003. Het moet eigenlijk jongens van 2004 of jonger zijn. Maar die zou in principe wel mee mogen. En dan hebben we nog Omar, Mohamed Hussein, die met de eerste meetraint. Die ook eigenlijk regelmatig met ons meetraint. Wie van die jongens is nou het grootste talent volgens jou? Ik denk op dit moment Omar. Omdat ik hem al een aantal jaren ken. Kas zit natuurlijk een aantal jaren al bij het eerste. En Luc Nieuwhuis, die ken ik nog niet goed genoeg om te oordelen of hij het gaat worden. En we hebben natuurlijk met TOP Oss ook nog een samenwerkingsverband waar ook spelers bij mij mogen spelen. Dus... soms is het door de week met een mooie groep trainen. En in het weekend kan er zomaar een heel ander team staan. En dan hebben de jongens die door de week met mij trainen de pech. Want uiteindelijk gaan die jongens voor. Alleen dat is allemaal goed en duidelijk uitgelegd. Lijkt me ook wel lastig als trainer zijnde. Dat je niet naar een wedstrijd kan toetrainen met een vast elftal. Dat is soms wel lastig. Alleen aan de andere kant word je ook wel weer wat makkelijker in bepaalde dingen. En uiteindelijk wat ik belangrijk vind is als ze bij mij komen dat we een hecht team gaan vormen. En dat we dingen laten zien waar NEC voor staat. Ja. En soms is dat meer dan genoeg. En dan hoeft het niet altijd tactisch te zijn. Natuurlijk doe je wat dingen in de speelwijze. Maar voor mij is het belangrijk als jongens van allerlei kanten komen, dat ik een team wil zien staan die voor elkaar met elkaar door het vuur gaat. En dan moet het allemaal goed komen. We krijgen wat vragen ook binnen voor Jeffrey. Het is altijd leuk als mensen DM'tjes sturen van als hij nou toch in de studio zit. Ik krijg een vraag binnen van Sven. Hoe is je contact met Rogier Meijer? Heel goed. Vergaderen jullie wel eens over spelers? Praten jullie erover? Dat doe ik vaak met Mark Otten, zijn assistent. En ik huppel nog wel eens door het stadion heen en dan loop ik wel eens rond. En dan hebben we gewoon contact, vooral hoe het gaat en dat soort dingen. Dus ik ken hem ook gewoon vanuit de NEC-jeugd. Hij was toen trainer bij de onder-19. Ja. Ik heb mijn diploma gehaald bij hem. Dus ik ken hem gewoon daarin wel goed. Alleen de contact over de spelers heb ik vaak met Mark Otten. Oké. Paul vraagt zich af, wat is de speelwijze van NEC? Ja, dat is... trainen jullie in de jeugd op? Hè? We weten het Ajax-systeem natuurlijk. Die willen dominant en aanvallend spelen. Maar waar trainen jullie je jeugd op? Ja, dat is... kijk, elk jaar, of in ieder geval elke hoofdopleiding heeft weer een andere visie op voetbal. Nu hebben we weer een nieuwe voetbalzakenman. Ja. En die heeft ook weer andere ideeën. Dus die wil hoog druk zetten. Veel kansen creëren daardoor. En dat is voor onze jongens, voor sommige lichtingen even wennen. Omdat ze gewend zijn om anders te spelen. Hoe was de oude speelwijze dan van Dennis? Wat was zijn visie? Nou ja, dat scheelt niet heel veel. Dat was ook druk naar voren. En alleen, ik heb het weer over een periode daarvoor. Okay. Dan was het meer compact bij elkaar. Vanuit daaruit gaan aanvallen. En nu is het meer, wat meer druk vooruit uitoefenen. Alleen dat kost heel veel energie voor de spelers. Maar ook, je moet tactisch ver zijn. En lukt dat altijd? Nee, het lukt niet altijd. Alleen het doel is wel om dat te laten spelen door de jeugd heen. Alleen, het is niet zo als we nou allemaal naar de academie gaan, dat we in één keer alle teams vooruit zien verdedigen. Want dat heeft ook dat heeft tijd nodig om bij die spelers te laten beseffen hoe belangrijk dat kan zijn. Oké. Wanneer zien we jou als hoofdtrainer van NEC? Goedje. Samen met Mark. Die vraag krijg ik heel vaak. Nee, maar is dat jouw ambitie? Is dat de weg die je ook wilt inslaan? Ja, je noemde net al, Rogier is natuurlijk ook begonnen in de jeugd. Ja. Dus zo langzaam een stapje omhoog. Je bent ook steeds iets verder. Je doet nu een aantal jaren onder 21. Mijn doel is wel bij de staf van 1 te komen. En wat voor een rol dat gaat zijn, dat laat ik nog even in het midden. Kijk, als ze me nu vragen, of als jullie mij nu vragen, dan zou ik zeggen van nu, op dit moment zou het veldtrainer zijn of linietrainer. Dus echt specifiek met de laatste linie aan de gang gaan. Zodat we zo weinig mogelijk doelpunten tegenkrijgen natuurlijk. Maar ja, of ik hoofdtrainer zou worden, kijk... in mijn planning staat wel dat ik de hoogste diploma wil halen, waardoor je zeg maar hoofdtrainer kan worden. Kijk, dan is het afwachten wat de toekomst brengt. Dat kun je ook als assistent toch doen? Ja, zeker. Ja, dat doet Mark Otten nou toch? Heeft dat toch? Nee, Mark Otten heeft dat 2 jaar geleden gedaan. Toen deed ik samen met hem de onder 21. En in dat jaar heeft hij zijn UEFA Pro gehaald. Bij mij zit hij in de planning. Wanneer dat wordt gehaald, weet ik nog niet. Maar goed, uiteindelijk is mijn doel om bij de staf van het eerste te komen. En dat is waar ik elke dag aan werk, want dat is wel mijn doel. En als ik een doel heb, wil ik daar naartoe werken. Alleen je hebt ook andere factoren die gaan beslissen of ik daar ga komen of niet. Maar goed, degene die bij NEC werken en die het moeten weten, die weten wat mijn ambities zijn. Oh, dat zou geweldig zijn. Ja, joh. Geweldig, man. Alles en daaronder staat Ron de Groot. Ron de Groot als opa die dan Mark Otten en Jeffy. Ik zie de bank al voor me, ja. Ze hoeven mij maar te bellen en ik ben er. Dat weet ze ook. Ja, heel goed dat het is. Dan weet je in ieder geval dat de trainer niet meer wordt uitgefloten, de trainerstaf. Nee. Ja, maar het is natuurlijk ook een risico. Zo eerlijk moet je ook zijn. Hè? Dat als je als man van de club, zoals jij ook bent, en je zou hoofdtrainer worden, daar zit een risico aan. Nou ja, je moet wel rekening houden van als je hoofdtrainer wordt, dat het om prestatie gaat. Ja. Dat het om prestatie gaat en haal je geen prestaties. Ja, dat kan het ook zo afgelopen zijn. Ja. Maar ja, dan zie je bij Ron ook, hè? Ron heeft het ook nooit gewild, hè? Nee, maar kijk voor alleen maar naar Anton Janssen, Jack de Gier. Ja. Maar die lossen het altijd op. Of die werd dan maar gevraagd. En die heeft dan ook wel een beetje de sympathie natuurlijk van de supporters. Van ja, als ze niemand weet. Ja, natuurlijk heeft hij ook. Ja, maar Ron heeft nooit de ambitie gehad om hoofdtrainer te worden. En ik hoor hier iemand zeggen die toch wel die ambitie heeft. Maar linietrainer is toch geweldig? Daar hebben we achterin Leiwa. En dan de voorste linie wordt door Frank de Moes getraind. Ik zie het wel gebeuren, hoor. Goed, laten we nog even wat ander nieuws behandelen. Aangezien ook de tijd. Het grote nieuws waar NEC in ieder geval afgelopen week mee kwam. Dat was het nieuws dat Zandler en Verdonk hebben verlengd. Maar liever Zandler tot 2029, Verdonk tot 2028. Dat is mooi nieuws, toch? Ja, ik vind ook het wel knap, hè? Ja, wel knap, ook wel risicovol, hè? Ja. Met Zandler. Daar kreeg ik ook een vraag over. Van, is dat wel handig met zo'n blessuregevoelig iemand vastleggen tot 2029? Maar ja, goed, aan de andere kant. Als hij speelt, dan is hij ook de beste man. En als hij 10 wedstrijden speelt in een seizoen... en we pakken daar gewoon 30 punten, dan is het toch ook goed? Ja. Je zegt, vorig jaar heeft hij 24 wedstrijden gespeeld. En dat was wel heel belangrijk. En natuurlijk de positie waar hij stond. Misschien ook wel de beker. Nou ja, denk ik wel toch. Het is, hij is toch gewoon... Ja, dit is grandioos. Dus zo'n speler hebben we niet zoveel in de Goffert gehad. Nee. Ik vind het echt grandioos dat beide jongens zo zijn vastgelegd voor zulke lange tijd. Dat is ook echt niet iets wat we bij NEC heel vaak hebben gezien. En vaak gaan ze gewoon de deur uit. Is het... niet voor een matig bod. Dan was het wel gratis. Omdat het contract afliep. Maar ja, wat ik bij Verdonk wel had. Hij was altijd heel open en eerlijk. Hè? Hij was open van ik wil weg. Daarna heeft hij ook tegen jou nog gezegd. Ja, weet je, ik wil wel weg. Maar ja, het is misschien IC. Ik heb het hier ook naar mijn zin. Ik vind het prima. Ja, en dan geloof ik ook wel dat hij op een gegeven moment denkt. Weet je, ja, dikke vinger. Ik blijf hier gewoon. En... Ja. Blijf hier langer. Jeffrey, blij mee met deze... Ja, met zeker. Het zijn toch twee jongens met heel veel kwaliteit. Ik denk dat de NEC blij mag zijn dat ze bijtekenen. Natuurlijk met kanttekening met Center dat hij vaak geblesseerd is. Maar goed, als hij speelt dan is hij, wat Harold zegt, ook echt de betere van het veld. En met Verdonk heb je toch natuurlijk een goede back in huis. Dus... ik ben zeker blij dat ze blijven, ja. Heb jij nou niet eens dat je tegen Rogier zegt... Godsamme, die Zandler, kom eens op zeg. Hè? Wat is er nou met hem aan de hand? Ja, maar ik denk misschien dat hij dat zelf ook wel denkt. Ja? Denk je dat hij dat... Nee, dat weet ik niet. Ik ben er niet te veel bij, maar ja, weet je... ja, het is wel jammer dat hij zo blessuregevoelig is. En, maar goed, ik begin bijna soms wel eens te twijfelen... of het niet ook een beetje in zijn hoofd zit. Ja, dat is lastig om te zeggen. Nee, iemand die zo graag... Nee, maar dat hij angstig is? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat hij meegespeeld heeft op het moment dat hij uit een blessure kwam, stond hij er. Altijd. En als je bang bent, dan heb je een Pereira, net als na zijn blessure, dan ben je een angstige voetballer. Dat is hij nooit geweest. Altijd staat hij er. Ja. Hij gaat de duels aan, hij is er altijd. Goed, ja, mooi nieuws in ieder geval dat die hebben verlengd. Dat was ook wel een beetje de angst natuurlijk dat die nog weg zouden gaan. Nou, dat is dus niet meer gebeurd. Nou, het is transfer deadline day. Dus de laatste is. Heb je nog iets gezien? Is er nog ergens witte rook vanuit de Goffert? Behalve dan het staat vol met de Griek. En iedereen die zit nu aan de setaki te dansen, volgens mij. Hebben er twee dus. Ja, ja nu wel. Ja, die het is wel leuk, want dan kunnen ze wel met elkaar... die kunnen wel met elkaar natuurlijk hebben. Het is wel belangrijk, want dat is ook met die nieuwe Japaner natuurlijk wie is gehaald. We hadden het er straks al eventjes over. Die jongen die moet natuurlijk nog eerst wel een werkvergunning krijgen. Dat zal komende week worden. Ik heb hem op de training even gezien. Daar staat wel een jongen hoor, op het veld. Heb jij hem al gezien, Jeff? Ik heb hem wel gezien. Maar niet, op het veld nog. Nee. Dus ik ben benieuwd. Maar het is wel een kerel, hè? Het is een killer, hoor. Ja. Zoals ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Ja. 19 is die gozer, hè? 19. Ja. Baba. Geweldig, hè? Maar hij ziet er al op een of andere manier al volwassener uit als Koki. Dat mensen zo vinden. Hij komt niet uit Afrika, hoor. Nee. Dus hij is niet op 1 januari. Nee, ik wou zeggen, nee, maar het is wel opmerkelijk dat ze dit soort toch weer knap zo'n spits weten te halen. Nee, maar de tijd van dat het allemaal koopjes moesten zijn om dat is niet meer. Die Abels die is nou voor de tweede keer technisch directeur, maar hij doet het nou echt veel beter als toen, hoor. Hij verschuift ook wel meer mogelijkheden nu om dingen te realiseren. Maar kom op, als je toch ziet wat wij vorig jaar gehaald heeft uit Japan. Koki was geweldig, of die is geweldig. En we hebben Sano, nou dat is echt... Ja, dat hebben we lang niet gezien in de zulke spelers, hoor. Nee, dat zijn... ik hoorde hem vanmiddag volgens mij zeggen... ik dacht bij ESPN, maar het kan ook ergens anders zijn... Wilco van Schuik, dat ze toch echt wel verwachten... dat die 10, 12 miljoen moeten gaan opbrengen. Ja, maar ja, bij AZ... Maar dat mag ook wel, hè? Ja, maar hebben we het al eerder over gehad. Hoe hoger jij eindigt, hoe meer je spelers waard maar zijn. Maar bij AZ bouwden ze echt dat hij weg is, hè, Carlos? Ja, dat klopt. En dat zegt toch heel erg veel. Dat een club als AZ, wat nou, in principe... misschien wel de 4e club van Nederland even is, buiten de traditionele top 3. Ja, dat is echt wel knap wat hij daar heeft neergezet. Carlos is waarde aan het creëren op het veld. En dat is heel belangrijk voor NEC, voor de toekomst. Ja, zeker. Dat is duidelijk. Ja. Dat is waar. Voor nu was het dit. Dankjewel weer voor het luisteren. Kunnen we al iets vertellen wie we volgende week nog eens gaan uitzenden? Zullen we dat later allemaal bekend... Jeffrey komt nog een keer. Jeffrey, ja, dat lijkt me zeker dat hij nog een keer gaat aanschrijven. Zeker weten. Je hebt het goed gedaan. Vond je het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Het was een beetje spannend volgens mij in het begin. Toen je dacht, ik had wel echt zweetoksels. Het valt mee, hè? Het valt mee allemaal, ja. Nick is niet zo erg. Nee. Hey. Oppassen. Mensen, dankjewel en tot volgende week.